We hebben vandaag bij Why Not samen met studenten en leefster hebben wij een kookevenement georganiseerd. Waarbij de kok van Why Not live ging koken met onze deelnemers die we hebben verzameld van studenten en leefstijl. Oorspronkelijk is het idee ontstaan naar aanloop van de zelfcursus die wij ieder jaar organiseren als studenten en leefstijl zijnde, om studenten geneeskunde meer kennis te zodat studenten geneeskunde meer kennis kunnen verkrijgen over de leefstijlgeneeskunde. Als promo daarvoor hebben we dit evenement opgezet. En uiteindelijk bleek onze cursus op het moment al aardig vol te zitten. Dus wat dat betreft is het een goede promotie geweest voor zowel studenten leefstijl als Why Not Nijmegen. Ja, heel leuk, vooral in deze tijd. Er mag heel veel niet. Maar er kan nog steeds wel heel veel. Het is heel vervelend dat het restaurant dicht is, maar we blijven bezig met het afhalen van maaltijden. En het belangrijkste daarvan is dat je dus in contact blijft met je gasten. En dat zie je niet vergeten. En dat je hebt toch het contact via WhatsApp met de bestellingen, dat ze hier aan de deur komen. Je wilt toch dat ze thuis nog een avondje uit hebben en van ons eten kunnen genieten. En op deze manier, met deze samenwerking, kan dat ook. Kunnen we studenten kennis laten maken met onze keuken. Hopelijk even iets anders laten eten. Iets laten proeven. Dus eigenlijk was ik al wel heel snel enthousiast. Het was heerlijk. Ik moet eerlijk zeggen, het is natuurlijk al een hele uitstap op het moment om überhaupt buiten de deur te mogen eten. Maar zeker in een keuken van een restaurant samen met een echte chef koken. Dat was voor mij al een hele ervaring. En daarnaast is het resultaat ook nog eens echt heel lekker geworden. En zijn we heel tevreden allemaal. Nou, schrijf je in voor de zelfcursus. En doe een bestelling bij Why Not. Kijk. Win-win.